Ik heb het echt heel erg interessant gevonden met bevlogen docenten die echt veel kennis hadden. Dat heb ik echt heel leuk gevonden. Ik ben theologie, de primas theologie gaan doen omdat ik de master geestelijke verzorging wilde doen. En de primas was een van de mogelijkheden om daar te komen. Ik heb wel een achtergrond al dus in de psychologie, dus ik had al een master gedaan. En qua niveau vond ik het wel vergelijkbaar. Ik denk wel dat er een aardig instapniveau is bij theologie. Wat je soms merkt is dat vakken snel gaan of dat er wel veel voorkennis wordt gevraagd van je. Die had ik wel, maar je kan er denk ik niet helemaal blanco in gaan. Hiervoor heb ik kinder- en jeugdpsychologie gedaan, maar dat is wel al een tijdje geleden geweest. Dus dat is een jaar of 10 geleden. Ik moest er wel weer eventjes aan wennen om een langere tijd in de collegebanken te zitten en te luisteren. Maar ik vond het eigenlijk vooral heel erg leuk om weer te luisteren en kennis tot me te nemen. Het meeste moeite had ik, ik denk met vakken die ik wat minder interessant vond. Je krijgt 2 keer een half jaar veel vakken aangeboden en het ene, ja, dat ligt dichter bij je interesse dan het andere. En omdat de prima's voor mij een middel was om bij de master uit te komen, merkte ik dat niet elk onderwerp direct mijn interesse had. Ik was bij Nijmegen uitgekomen omdat ik de master geestelijke verzorging interessant vond. En achteraf gezien heb ik het heel erg leuk gevonden om bij een katholieke universiteit te kunnen studeren. Omdat ik zelf een protestantse achtergrond heb en ik het echt een verrijking vind om het vanuit een ander standpunt te kunnen zien. Het leukste aan de primaster vond ik denk ik dat ik best vaak verrast werd door hoe boeiend het vak is. Ik heb ervoor gekozen om niet verder te gaan in de theologie, maar ik heb het echt heel erg interessant gevonden met bevlogen docenten die echt veel kennis hadden. Dat heb ik echt heel leuk gevonden.